Welkom kijkers, in deze video ga ik de nieuwe 12-speedgroep van Durace unboxen. De Durace R9270 is pas net uit, de eerste 12-speedgroep voor de racefiets van Shimano. Schem en Campiolo waren Shimano al een tijdje voor. Shimano heeft er net wat lang over gedaan om te ontwikkelen bij de 12-speedgroep. Maar, zoals ik de reviews kan lezen, is deze groep echt super goed. Nou, ik ga mijn review geven over de groep, hoe de groep er natuurlijk uitziet. Ik heb natuurlijk een beetje ingelezen hoe de groep ontwikkeld is tegenover de oude groep. Daarnaast ga ik de prijsverschillen geven tegenover de nieuwe groep en tegenover de oude groepen. En ik ga het verschil uitleggen tussen Ultegra en Durace. En natuurlijk ga ik alle spullen laten zien, zodat jullie de hele groep kunnen bezichtigen op mijn video. Nou, dan gaan we nu beginnen met het unboxen van de doos. Ik heb de doos nog niet opengemaakt. Ik heb de krenkstel nog niet opengemaakt. Ik heb de schijven natuurlijk kunnen zien door het doosje heen. Maar ik ben vrij benieuwd hoe de groep eruit ziet en wat de nieuwe ontwikkelingen zijn tegenover de oude groep. Als eerste ga ik gewoon de grote doos openmaken die hier voor mij staat. Ik heb het krenkstel, de schijven en de ketting even opzij gelegd, zodat ik de grote doos makkelijk kan openmaken. Zoals ik al vertelde heb ik de doos nog niet eerder opengemaakt, dus ik ben vrij benieuwd hoe de spullen eruit zien. Er zijn natuurlijk al veel verschillende video's online gekomen en foto's hoe de groep eruit ziet. Maar in het echt is het natuurlijk wel weer een moment die je niet eerder gezien hebt. Je gaat de doos openmaken. Hij is natuurlijk mooi ingepakt. Zo, ik kan deze hier mooi wegzetten. Kijk eens aan. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Ik ga de spulletjes allemaal los een keer filmen, zodat jullie straks de spullen nog een keer goed in beeld krijgen. De doos is mooi ingepakt. Dit hoort natuurlijk altijd wel zo bij een unboxing en een introductiegroep. Laten we beginnen bij de shifters. De shifters zijn wat mooier en strakker afgewerkt. Ze liggen wat beter in de hand. Het is wel even wennen, want ik ben gewend om de oude shifters te zien. Deze waren net wat lager. Dit hebben ze expres gedaan omdat shifters nu wat mooier in de hand liggen. Wanneer de shifter het nu goed vasthoudt, is het de bedoeling dat de shifter net wat mooier in de hand liggen, waardoor je wat meer rijcomfort hebt en wat minder snel last hebt van slapende handen. Daarnaast zijn de knopjes aan de zijkant 1,5 mm naar buiten gezet, zodat je eventueel met handschoenen makkelijker kunt schakelen. Vroeger was het vaak net of eigenlijk gelijk met de rem. Hierbij was het vaak moeilijk om met handschoenen te schakelen en dit hebben ze net verbeterd. Daarnaast is de onderkant van de shifter 5,1 mm langer gemaakt. Dit betekent dat je onder in de beugel of wanneer je de gidon van onder vast hebt, makkelijker bij de rem kunt en eventueel ook makkelijker kunt schakelen. Het is wel even wennen wat ik al vertelde hoe de shifter eruit ziet. Hij is wel mooi strak. De remgreeprubber ziet er mooi uit. En eigenlijk heb ik niks om op aan te merken wat de shifter minder mooi maakt. Nou, ik heb natuurlijk de twee shifters. Durace staat erop. De shifters zijn mooi afgewerkt. Ik hoop dat ik de shifters goed in beeld heb kunnen laten zien, zodat de verbeteringen goed zichtbaar waren. De shifters zijn natuurlijk met Bluetooth te verbinden met je achterderieur. Je hebt geen kabeltje meer nodig. Echt super tof. Super handig wanneer de kabels langs binnen lopen, ook wanneer ze langs buiten lopen. Hierbij zie je natuurlijk geen kabeltje meer lopen. Schem was hier de voorganger van. Nu komt Shimano en hierbij is het ideaal om je fiets makkelijk te kunnen monteren. Voor de rest ga ik alsnog een keer uitleggen in een andere video hoe je optimaal je shifters kunt verbinden met je achterderieur en hoe je remmen goed kunt ontluchten. Maar dat zien we later in een andere video. Vergeet trouwens niet te abonneren om deze video's nog makkelijk en snel te kunnen zien. In andere video's ga ik allemaal uitleggen waar al deze spullen handig voor zijn
En wat je eventueel nog meer met de nieuwe Durace groep kan. Dan gaan we nu door naar de cassette. De cassette heeft tegenover de oude cassette natuurlijk 12 tandjes. Naast deze tandjes is de cassette mooi en strak afgewerkt. Hij is ook vrij licht. De eerste vertandingen lopen mooi en geleidelijk op. Dus er zit elke keer maar één tandje tussen. Hier heb ik 1130. Ze hebben expres gekozen om de 16 ertussen te doen. Omdat deze de meest gebruikte vertanding is. Daarnaast hebben ze de 6e, 7e en de 8e vertanding. Een perfect schakelsysteem. Dit noemen ze bij Shimano ook wel de Sweet Spot. Dit is ideaal om op te rijden en hier is de derailleur perfect voor af te stellen. Ze hebben ook speciaal gekozen om de derailleur echt perfect op die 6e, 7e en 8e vertandingen te laten lopen. De rest schakelt hij natuurlijk ook supergoed. Maar dit ga ik later allemaal uitvinden wanneer ik de fiets ga monteren. Na de unboxing heb ik de cassette eventjes uit elkaar gehaald. Ik heb gekeken of deze gewoon op een HG body kon. In dit geval was ook zo. De cassette past gewoon op een HG body. Dus je kan de huidige wielen gewoon houden voor de nieuwe 12 speed groepen. Ik dacht zelf dat het niet ging. Dit hadden ze mij ook verteld bij het begin. Maar misschien hebben ze het weer veranderd. Ik wist wel dat de Ultegra groep op een HG body ging kunnen. Maar ik dacht zelf dat ze een specifiek nieuwe body hadden gemaakt voor de nieuwe Durace groep. Dit is gelukkig niet het geval. Dus de nieuwe cassettes kunnen gewoon op de oude bodies van de L-Speed groep gemonteerd worden. Helemaal prima. Je kan bij Durace kiezen om 1128, 1130 en 1134 te pakken. Bij Ultegra is het 1130 en 1134. Je hebt maar één derailleur. De derailleur is lang genoeg om een 34 tand aan te kunnen. Dus ideaal, je hoeft niet te switchen van derailleurs of eventueel na te denken welke derailleur je dan zou willen. Wanneer we de cassette gehad hebben, gaan we door naar de achterderailleur. De achterderailleur is natuurlijk super licht. Je moet hem even goed bekijken. Er is natuurlijk wel een lange kooi aan om de 34 te kunnen bereiken. Ik ben ook benieuwd hoe de derailleur eruit ziet wanneer deze gemonteerd zit. En ik moet even kijken hoe strak de ketting moet. Niet te vergeten, je hebt geen junction meer in je fiets. Je moet de batterij opladen aan de achterkant van de derailleur. Moet ik even kijken waar die zit. Volgens mij heb je hier een klepje zitten. Ja, hier aan de achterkant heb je een klepje zitten. Straks laat ik goed zien hoe je deze optimaal kan opladen. En dat leg ik later in een andere video wel uit. Daarnaast is de nieuwe achterderailleur 58% sneller dan de vorige achterderailleur. Dus natuurlijk super snel. En nog sneller dan de vorige achterderailleur. Je kan het haast niet geloven, maar ze maken het steeds beter. Nou, in ieder geval, dit was de achterderailleur van Durace. Ik ben benieuwd hoe die eruit ziet als hij gemonteerd zit op de fiets. Hij is echt super licht, mooi afgewerkt, een stukje carbon aan de achterkant. Ik vind de arm wel vrij lang. Maar dat is natuurlijk logisch, omdat je natuurlijk een 34 kan monteren op je cassette. Dan gaan we naar de voorderailleur. Even goed kijken. De voorderailleur is echt een stuk kleiner geworden dan de oude voorderailleur. Je mist aan de bovenkant, of je mist het helemaal niet. Aan de bovenkant heb je een stukje minder dan bij de vorige voorderailleur. Als ik het goed heb, heb je 33% minder voorderailleur. Dat betekent dat de voorderailleur volgens mij 96 gram lichter weegt dan de oude voorderailleur. Het is natuurlijk super licht en natuurlijk ook beter voor de aerodynamica. Daarnaast schakelt de voorderailleur 45% sneller dan de oude voorderailleur. Natuurlijk ook weer een flinke verbetering. Ik ben benieuwd of je dit ook weer gaat merken aan de fiets. Maar elke verbetering is mooi meegenomen. Hij ziet er ook mooi uit. Mooi en strak afgewerkt. Hij zit iets schuiner dan die andere. De bovenkant is iets kleiner. Hier moet natuurlijk nog wel een kabeltje in. De voorderailleur en de achterderailleur hebben trouwens een kabeltje die verbindt met de batterij. Dat zijn de enige kabeltjes die je nodig hebt bij het monteren van je fiets. Voor de nieuwe Durace en de nieuwe Ultegra groep. Nou, in ieder geval, ik vind hem mooi. Hij is mooi en strak afgewerkt. En zeker verbetering tegenover de oude voorderailleur. Dan hebben we nog de remklauwen.
De huidige, of eigenlijk de oude Ultegra en Durace, waren soms vrij lastig af te stellen. Aan de achterkant, waar de remschijf tussendoor ging, was vrij nauw, waardoor er met regen of met slecht weer snel wat aanliep. De schijf begon te slepen of te tikken. Daarnaast was het ook moeilijk af te stellen. Dus reed je bijvoorbeeld, of had je bijvoorbeeld een nieuwe fiets, dan moest je de remmen ook altijd goed inremmen. Dat is natuurlijk nog altijd zo. Maar doordat de remklauw van achteren en de remblokjes net wat meer ruimte heeft gekregen, maar liefst 10% meer ruimte tegenover de vorige remklauw, is het ideaal om je remschijf weer makkelijker te kunnen afstellen. Dat irritante getik en dat irritante geluid wanneer je remschijf niet afgesteld is, is nu hopelijk verleden tijd. Het blijft natuurlijk nog wel schijfremmen, maar ze ontwikkelen steeds verder door. Met deze 10% extra ruimte is het ideaal om snel je remschijf af te kunnen stellen. Deze twee remklauwen zijn beide voor 160 schijven gemaakt, maar ook voor 140 en dat kan je eventueel zelf kiezen. Zo, dan heb ik het grote gedeelte van de groep geunboxed. Dan heb ik heel de groep unboxed en ben ik benieuwd wat jullie ervan vinden. Wacht, ik vergeet trouwens iets. Misschien wel het belangrijkste. De batterij. Ik had het doosje nauwelijks gezien. Ik had er eigenlijk al overheen gekeken. Ik dacht al, ik mis iets, maar... Even kijken wat hier allemaal in zit, hoor. Het was zo mooi ingepakt dat ik het haast niet gezien had. Dus we gaan weer verder. Dit zijn de kabels. Dit is trouwens ook voor het eerst dat ik de kabels zie. Ze zijn vrij klein en niet te vergelijken met de oude kabels. De oude kabels waren een stukje groter en de aansluiting was een stuk anders. Dus dit is een hele vernieuwing bij de nieuwe groep. Eigenlijk ook weer niet handig natuurlijk, want nu zit je weer met die oude kabels die eventueel nog hebt liggen. Deze kan je natuurlijk niet gebruiken voor de nieuwe groep. Zo. Schroefjes voor je remklauw. Weer schroefjes voor je remklauw. Het zit allemaal mooi ingepakt natuurlijk. Maar openmaken, dat gaat altijd weer lastiger. Ik heb hier de batterij. Ik ga de batterij aan jullie goed laten zien. En hierbij is het verschil echt wel duidelijk tegenover de oude groepen. De meeste van jullie zien de batterij natuurlijk nooit zitten. Het zit meestal in een zadelpen of in het frame bevestigd. Maar de nokjes aan de bovenkant zijn normaal, of de bevestigingspunten zijn normaal een stuk groter dan deze weer. Deze moet natuurlijk op de kabel bevestigd worden. Je kan de oude batterijen natuurlijk niet herbruiken. Dit is ook wel jammer eigenlijk, omdat de meeste nog wat oude batterijen hebben liggen. Of eventueel als er problemen zijn en je hebt een nieuwe batterij niet liggen, dan zou je een oude batterij kunnen pakken. Maar dit gaat niet meer, want de bevestigingspunten zijn anders geworden. En er zitten nu 3 bevestigingspunten op in plaats van 1 bevestigingspunt tegenover de oude groep. Natuurlijk weer een verbetering, maar natuurlijk niet altijd handig wanneer je nog oude spullen hebt liggen. Heb ik er nog meer in zitten? Allemaal mooi ingepakt natuurlijk. Oh ja, natuurlijk de oplader. Dit is weer een veel andere oplader dan de huidige Durace groep of huidige Ultegra groep. Hoe je deze moet opladen ga ik later laten zien. En blijf vooral kijken of abonneer hieronder om straks die video te kunnen zien hoe je je batterij optimaal kan opladen bij de nieuwe groepen. Nou, dit leg ik allemaal even opzij. Ik spoel het filmpje even door, zodat ik alles even snel opzij heb kunnen leggen. Zodat jullie snel verder kunnen kijken naar het krenkstel, naar de remschijf en naar de ketting. Zo, inmiddels heb ik de doos eventjes opgeruimd, zodat alle spullen weer netjes in de doos zitten. Dan gaan we verder naar het laatste gedeelte van de unboxing. De remschijven. De remschijven zijn eigenlijk exact hetzelfde
als de XTR remschijven. Het staat er trouwens ook op. Ik hoef ze niet per se uit te pakken, want deze zitten er al 2 jaar in volgens mij bij de huidige XTR groep. Dit hebben ze wel bewust gedaan, omdat deze wat beter remmen. 66% beter de warmte afvoeren. En daarnaast loopt de schijf wat mooier en rechter. Dit is gedaan omdat de dichte schijven wat slechter waren. Zeker met het afvoer van de warmte. De nieuwe schijven zijn een stuk verbeterd. En hopelijk wat minder last van piepende remmen. Dit zeggen ze dan ook bij Shimano, dus daar gaan we ook gewoon vanuit. Deze remschijven zijn een stuk beter, omdat ze wat minder piepgevoelig zijn. Nou, prima. Deze schijven ga ik nog even laten zien in een kort stukje. Dat jullie exact kunnen zien hoe de schijven er nu uitzien. Dan de ketting. De ketting is eigenlijk exact hetzelfde als de XTR 12 Speed. Prima ketting, gaat lang mee. Zal weinig verbeterd zijn tegenover de oude ketting. Het enige, hij is nu 12 speed in plaats van 11 speed. Dus prima voor de duurrace. Dan misschien wel het belangrijkste en het mooiste van de fiets. Het krenkstel. Het krenkstel is natuurlijk het aanzicht wanneer je een foto maakt. Je ziet natuurlijk het krenkstel direct staan. Deze moet mooi zijn, deze moet mooi gepoetst zijn. Wanneer het duurrace op staat, dan kan je echt zeggen ik heb een mooie fiets. Dus met dit krenkstel ben ik erg benieuwd hoe deze eruit ziet. Om te beginnen, het krenkstel kan je kiezen van 50-34, 52-36 en 54-40. De eerste twee vertandingen zijn exact hetzelfde als bij de Ultegra. Alleen bij de duurrace kan je nog 54-40 pakken. Ze hebben ook verteld dat je door de grote vertandingen een betere rolweerstand kan creëren. Je creëert eigenlijk minder weerstand wanneer het blad groter is. Dus bij de 54-40 is het ideaal om met nog minder weerstand zo hard mogelijk te kunnen fietsen. Daarnaast heb je natuurlijk verschillende krenklengtes. 160, 165, 167,5, 170, 172,5, 175 en 177,5. Bij de Ultegra is het 175, 172,5 en 170. Daarnaast heb je nog 165. En dat was hem volgens mij. Dus bij de duurrace heb je altijd net wat meer keuze. Daarnaast kan je nog kiezen om eventueel een krenkstel te kiezen met een powermeter erin. Dit scheelt wel bijna 1000 euro. Of volgens mij scheelt het 1000 euro in de prijs. Dus je moet echt wel de keuze maken. Wil ik met een powermeter rijden of wil ik zonder powermeter rijden? Dit krenkstel is zonder powermeter. En dit is een 52-36. Nou. Ik ben erg benieuwd hoe deze eruit ziet en ik ga hem nu ook uitpakken. Altijd mooi ingepakt in de doos. Het systeem is trouwens exact hetzelfde gebleven als het oude systeem, zie ik nu. Dit werkt ook perfect. En het ziet er ook gewoon hartstikke mooi uit. Het blad ziet er mooi uit, hij glimt mooi. Dus het is echt een super mooi kettingblad om te zien. Het krenkstel is gewoon echt weer verbeterd tegenover de oude groep. Ik vind het altijd even wennen hoe de nieuwe spullen eruit zien. Maar zoals ik dit zo kan zien, is het echt prachtig om te zien. Hij glimt mooi, kan hem mooi poetsen. De bladen zien er mooi uit. Hopelijk dat ze ook lang meegaan. Maar wanneer je de duurrace groep koopt, heb je echt zeker te weten een super krenkstel erin zitten. Natuurlijk nog de bout om het krenkstel vast te zetten. En dan nog de linker krenk natuurlijk. Heb je een powermeter? Zit volgens mij aan de linker krenk ook een powermeter in. Kijk, echt super mooi afgewerkt. En krenkstel ziet er echt op en top uit. Super om te zien. Nou, ik ben erg benieuwd wat jullie van de groep vinden. Ik vind mezelf echt super mooi. De spullen zijn mooi afgewerkt. Daarnaast is hij met veel punten verbeterd tegenover de oude groep. Op zich het schakelen, dat zou voor mij geen punt zijn. Het schakelen was super goed. Het afstellen was al super goed. Ik moet natuurlijk wel even kijken hoe ik nu
de groep weer moet afstellen. Omdat je natuurlijk de junction niet meer hebt. Maar dit ga ik allemaal uitzoeken voor jullie. Hetgene waar ik echt wel tevreden mee ben, is het remsysteem. Zoals ik al vertelde, is het remsysteem een stuk verbeterd. Daarnaast is het ontluchten ook nog een stuk verbeterd tegenover de oude groep. Je hoeft de remklauw van achteren niet meer helemaal los te maken. Dat deed ik ook normaal nooit. Maar zo vertelde meester bij Shimano, of wanneer je Shimano cursus volgde, kon je de remklauwen helemaal afhalen en dan doorspuiten. Dit vonden wij nooit zo heel handig, maar nu hoeft het ook helemaal niet meer. Het remsysteem is een stuk strakker afgesteld, dus de hendels moet je minder ver inknijpen om goed te kunnen remmen. Hierdoor kan je wat gedoseerder remmen. En de remklauw zit wat verder uit elkaar. Eigenlijk een beetje het mountainbike en het gravel systeem. Deze waren eigenlijk al jarenlang zo. Nu hebben ze het bij het race systeem ook zo overgenomen. Echt perfect om mee te rijden. Sorry, ik ben wel vergeten. De prijzen zijn eigenlijk hetzelfde gebleven tegenover de oude groepen. Het enige wat er nu is, het aanbod is natuurlijk heel laag. En de vraag is natuurlijk heel groot. Waardoor de prijzen nu nog momenteel heel hoog zitten. De prijzen voor de duurrace groepen zitten nu op €3.899 adviesprijs. Met een powermeter in het krenkstel is deze €4.999. Natuurlijk wel heel prijzig, maar die prijzen zullen uiteindelijk wel zakken wanneer het aanbod wat groter wordt. De Ultegra groep is €2.499, dacht ik uit mijn hoofd. Daarnaast is het powermeter. Daarnaast kan ik ook een powermeter kiezen voor de Ultegra. Deze is €1000 duurder, dus ik kom je op €3.500 uit, dacht ik plus minus. Nou, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Abonneer zeker hieronder wanneer je mee wilt zien. Eigenlijk zeker over de nieuwe 12-speed groep. Ik ga precies uitleggen hoe je eventueel met je telefoon kan verbinden met de 12-speed groep. Je hebt geen Bluetooth kastje meer nodig, want je kan hem direct verbinden met je groep. Daarnaast ga ik uitleggen hoe je remmen kan ontluchten. Hoe je je batterij kan opladen. En al dat soort dingen die eromheen komen. Nou, vond je de video ook leuk? Geef dan vooral een duimpje omhoog. Abonneer hieronder. En ik zie jullie weer de volgende keer. Tot ziens!